Het zou handig zijn als het iemand is die inderdaad weet hoe het een beetje werkt. Dus als iemand voorzitter wordt die die ervaring een beetje heeft, zou dat natuurlijk wel meegenomen zijn. Welkom bij Kamervragen. Deze week, u ziet het misschien al aan deze omgeving, in de Eerste Kamer met Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Mevrouw Broekers-Knol, welkom. Goedemorgen. Ja, sinds 2001 in de Eerste Kamer, ja. Sinds 2013 voorzitter van de Eerste Kamer en binnenkort met pensioen. Met pensioen in ieder geval even niet in de Eerste Kamer. Maar met pensioen is nog wat anders. Maar u had eigenlijk wel door willen gaan. Ik heb tegen mijn partijvoorzitter gezegd, ik zou het nog wel 2 jaar willen doen. Omdat er een nieuwe griffier is en inwerken van een griffier is nog best, kost best tijd. En we gaan dus ook nog die tijdelijke huisvesting doen vanwege de renovatie van het Binnenhof. En dan leek mij wel handig als er dan een wat ervaren voorzitter zou zijn. Maar het is anders gelopen en het is ook prima. Ja, nou dat is inmiddels een gepasseerd station. Binnenkort wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen en geïnstalleerd. Ja. Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer op 27 mei en op 11 juni wordt de nieuwe Eerste Kamer hier beëdigd. Ja, en er komen heel veel nieuwe Eerste Kamerleden hier te zitten. Ja, heel veel. Er gaan er 44 van de bestaande Kamer gaan eruit, dus dat is best veel. Dat betekent dat er 31 zouden overblijven, maar van die 31 zijn er iets van 11 tussentijds binnengekomen. Dus die zijn ook relatief nieuw. Dus uiteindelijk zijn er 20 leden, misschien ietsje meer dan 20 leden, die ervaring hebben. Dus dat is best, het wordt best een uitdaging, denk ik. Ja, blijft er wel genoeg ervaring nodig om de waarde van de Eerste Kamer, om die voor te dragen naar een nieuwe generatie Eerste Kamerleden? Nou ja, ik zei u net, het is een beetje een uitdaging, maar dat gaat zeker lukken. Ja. Ja, u maakt zich geen zorgen dat er zo weinig mensen overblijven. Nou ja, kijk, we hebben meegemaakt hoe het in het verleden was. Nou, we hebben natuurlijk ook de griffie en zo. De hele omgeving van de Kamer en de ondersteuning van de Kamer is natuurlijk heel erg. Die kennen het proces en die weten wat er verwacht wordt. Want wat wij hier moeten doen is de kwaliteit van de wetgeving toetsen. En daar is de griffie uitstekend voor geëquipeerd om daar de nieuwe Eerste Kamerleden goed mee bij te helpen. Om te vertellen hoe het proces gaat. Uiteindelijk moet de wetgeving door de leden zelf beoordeeld worden. Ja, u gaat ongetwijfeld niet over uw opvolging, maar zou het toch goed zijn als een nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer, als die komt uit die groep van mensen die al ervaring hebben in de Eerste Kamer? Nou, het zou handig zijn als het iemand is die inderdaad weet hoe het een beetje werkt. Want je moet vooral het reglement van orde goed kennen, maar ook weten hoe het allemaal gaat met vaste kamercommissies enzovoort enzovoort. Dus als iemand voorzitter wordt die die ervaring een beetje heeft, zou dat natuurlijk wel meegenomen zijn. Ja, wat was uw belangrijkste? Om je voorzichtig te zeggen, hoor. Ja, want uiteindelijk moeten de nieuwe Eerste Kamerleden zelf een nieuwe voorzitter kiezen. Zo is het. Ja. Wat is het belangrijkste kenmerk dat een nieuwe voorzitter zou moeten hebben? Wat ik zelf heel belangrijk vind is dat de voorzitter onpartijdig is. Je bent boven de partijen. Je mag uiteindelijk, in Nederland is het systeem zo dat de voorzitter van de Kamer wel stemt. Je kan meestemmen, je stemt ook mee, maar in principe ben je onpartijdig. Dus iedereen is jou even lief en ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Is dat lastig? Het heeft mij geen moeite gekost, nee. Hoe zit de verdeling hier? Want je ziet hier overal de bankjes. Ja. Zit links de oppositie en rechts de coalitie? Hoe is het hier verdeeld? Dat is nou juist een van de positieve dingen, vind ik, van de Eerste Kamer. Ook de manier waarop we hier zitten. Het zit een beetje door elkaar heen. Hier zit bijvoorbeeld een rijtje VVD, maar hier zit een rijtje Partij van de Arbeid. En dan zit daar weer wat CDA, maar de VVD zit ook aan die kant. En CDA zit ook aan die kant. En daar zit dan GroenLinks. En daar zit D66. Dus het is verdeeld. En juist die verdeling, daarvan ben ik van overtuigd dat dat meewerkt om toch de samenhang in die Kamer voor elkaar te krijgen. Want dat we met z'n allen eraan werken om te zorgen dat er zo goed mogelijke wetgeving komt. Ja, nou is er ook iets, misschien zo traditioneel als de Eerste Kamer zelf, is de discussie over het nut en de noodzaak van de Eerste Kamer. Ja, maar dan moet u niet bij mij zijn om te vragen of dat. Ik ben degene die, en ik ben trouwens, daar sta daar niet alleen in. Ook de Staatscommissie in het rapport heeft gezegd dat het nut van de Eerste Kamer echt goed is. En dat dat belangrijk is dat die er is. Checks en balances. En dat betekent gewoon dat je
in de Tweede Kamer worden beslissingen genomen, werd wetgeving aangenomen en dat wordt hier op een andere manier ook nog eens naar gekeken om te kijken of het goed is. En er zijn, ik denk dat het heel goed is om in twee instanties naar wetgeving te kijken. Dat geldt ook overigens voor allerlei andere dingen. Bij de rechterlijke macht, je kan altijd in hoger beroep, dat het ook nog eens een ander paar ogen naar kijkt. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Ja, tegelijkertijd hebben we weer een situatie dat de regering de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is geraakt. En dus ook zaken zal moeten doen met partijen die niet in het kabinet zitten. Ja. Maakt dat de Eerste Kamer weer extra relevant? Of het extra relevant maakt, weet ik niet. Ik vind het wel prima als ze geen meerderheid hebben. Want dan moet er gewoon beter gemotiveerd worden waarom een bepaald wetsvoorstel is zoals het is. En dan moet de regering ook met betere tegenargumenten komen. En kunnen ze niet denken van, nou ja, gewoon een beetje achteroverleunen, het wordt toch wel aangenomen. Nee, ze moeten hun best doen. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Wat zou uw advies zijn aan al die senatoren die hier straks voor het eerst komen? Wat is de boodschap die u hen meegeeft? Gewoon goed je best doen. Nee, maar het is met name wetgeving goed doorlezen, zelf doorlezen, van voor naar achter. Wat heeft de Raad van State geadviseerd? Wat is er over gezegd in de Tweede Kamer? En dus die handelingen van de Tweede Kamer er goed bij nemen. En dan kijken van ja, maar is dat nu ook precies de bedoeling geweest? Staat dat dan ook in die wet? Of staat er een woordje ook wat eigenlijk een betekenis heeft waar niemand zich nog over gevallen is. Maar dat betekent een enorme, heel veel extra. En waar je goed over moet nadenken. Dus dat is mijn advies aan degene die nieuw lid worden. Doe het zelf, lees die wet en probeer gewoon te kijken, gewoon met een kritische blik, staat er nou wat het kabinet bedoelt met die wet? Ja, tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van Eerste Kamerleden om vervolgens iets te veranderen aan een wet zijn heel beperkt. Die zijn heel beperkt, maar je kunt wel voor elkaar krijgen een toezegging van de minister bijvoorbeeld. Dat die zegt van nou, ik ben bereid om alsnog over 3 jaar een evaluatie te doen van die wet. Of er is een motie, wat natuurlijk sterker is, een meerderheid besluit bij motie. Van kom nou met een reparatiewet, want er zitten een paar gekke dingen in. Wij zijn bereid in meerderheid in de Kamer de wet aan te nemen, want het is op dit moment nodig. Maar zorg wel dat je zo snel mogelijk dat we repareert, want dat schuurt. En als dan de minister dat zelf ook merkt, dan is dat via motie kan je dat bereiken. En het meest vergaande is de zogeheten novelle, maar daar zijn we heel voorzichtig mee. Omdat dat, nou ja, een beetje verkapt recht van amendement is. Ja, u gaf toch een paar maanden geleden al wat kritiek op het kabinet. Want u zei, al die akkoorden die worden gesloten over het klimaat bijvoorbeeld, die hollen eigenlijk de positie van het parlement uit. Nou ja, omdat als dan in het regeerakkoord gezegd is dat er een klimaatakkoord komt, en dan is er een klimaatakkoord, betekent dat de coalitiepartijen in de Tweede Kamer, die zijn gebonden aan het regeerakkoord, dat ook moeten tekenen. Ja, dan kunnen ze nog een beetje misschien in de marge wat wijzigen, maar in principe zitten ze dan vast. Nou, dat vind ik niet een voorbeeld voor hoe de parlementaire democratie in elkaar zit. Nee, u zei toen ook, de burger die krijgt te veel op zijn nek als het gaat om het klimaat. Ja. En het gevaar bestaat dan dat ze zich afkeren van de politiek of radicaal gaan stemmen. Ja. Is dat wat we hebben gezien bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nou, dat kan ik niet zeggen of dat nou per se het gevolg is. Maar het gevolg is dat Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, nu met een heel manifest is gekomen. Ik weet niet of het een manifest heet, maar in ieder geval een herziening. En om te zeggen van luister eens even, we moeten toch wel even goed nadenken wat we doen. Want we moeten echt in het midden zitten, kijken hoe het met gewoon de bevolking, of we niet te veel op hun nek leggen. Nou, ik denk dat dat erg verstandig is. Ja, moeten we VVD inderdaad ook kritisch naar zichzelf kijken? Ik vind dat je altijd kritisch naar jezelf moet kijken. Of het nou de VVD is of welke partij ook, maar ook hier persoonlijk. Moet je ook naar jezelf kijken. Doe ik het wel goed? Wat doe ik fout? En ook openstaan voor kritiek. Als mensen zeggen, joh Ank, je moet dit anders doen of beter doen. Ja, nou, dan is het altijd vervelend waarschijnlijk om te horen van je doet het niet goed genoeg, maar het is wel goed om er naar te luisteren. Ja, is de VVD te veel bezig geweest met besturen en te weinig met het echte VVD-geluid uitdragen? Dat kan ik niet helemaal zeggen, maar het is, zoals ik al zei, het is goed dat zo'n manifest van Klaas Dijkhoff er nu is. Goed is even van, hey, we moeten even kijken, doen we het goed genoeg? Kunnen we wat verbeteren? En ik denk dat het ongelooflijk goed is als een partij in staat is om te zeggen, even een stap terug, doen we het goed genoeg?
misschien niet. Dan moeten we, om die en die reden, moeten we wat aan gaan passen, verbeteren en zorgen dat we wel een goede partij zijn die ze rekening houdt met het midden van Nederland. Ja, we zijn hier aangekomen bij de Wall of Fame, zou je het misschien kunnen noemen. Ja. Alle Kamervoorzitters van de Eerste Kamer. Ja. Hier is een leeg gat. Daar komt u binnenkort te hangen. Zo, nee. Ja, hier kom ik binnenkort te hangen, inderdaad. Maar u zei niet met pensioen. Nee, ik hoop het niet, nee. Ik hoop dat ik nog allerlei andere leuke dingen kan doen. Ja, maar ik kom hier wel te hangen. Ja, tekening is klaar hoor. Ik heb hem al gezien. Ik heb dat hem ook nog zelfs goedgekeurd. Dank u wel voor dit gesprek. Oké, geen dank. En u bedankt voor het kijken.